Good morning, church. How are you? Goedemorgen, kerk. Hoe gaat het met jullie? So, yeah, a bit of my story. My name is Fernando. Een beetje van mijn verhaal. Mijn naam is Fernando. I'm originally from Mexico. Oorspronkelijk kom ik uit Mexico. But I'm also from Australia. Maar ik kom ook uit Australië. And I got married to a Dutch beautiful lady. En ik ben getrouwd met een Nederlandse mooie vrouw. And then we had two kids in Germany. En we hadden twee kinderen in Duitsland. So we speak three languages in our house. Dus in ons thuis, bij ons thuis spreken we drie talen. So we're a bit crazy people. Dus we hebben genade met mensen. But it's amazing to live the life that God has called us to live. Het is geweldig om het leven te leiden wat God ons heeft geroepen om te leiden. I bring you greetings from Tilburg. Ik breng jullie een groet, doe jullie een groet van Tilburg. I don't know if you're aware. Ik weet niet of je daarvan bewust bent. But we have a campus in Tilburg. We hebben een campus in Tilburg. That because of you. Dat vanwege jullie. It's overflowing right now. Die helemaal overstroomt op dit moment. What you've been bringing in as a blessing in many ways. Wat jullie als zegen hebben gebracht op heel veel verschillende manieren. It's actually exploding in the south of the Netherlands. Het explodeert op het ogenblik in het zuiden van Nederland. In the last few services we have not been able to fit in the service. Maar de laatste paar diensten hebben niet gepast, het aantal mensen past er niet in de samenkomst. And God is bringing new people all the time. En God brengt continu nieuwe mensen. So I really want to encourage you. Dus ik wil je echt bemoedigen. When you think when people tell you oh the church is for old people? Als je mensen je vertellen de kerk is voor oude mensen. Or if people tell you oh the church is dying in this country? Of de mensen vertellen de kerk is een beetje uitstervend. God is saying the church is living and well in this country. De God zegt de kerk is levend en het gaat goed met de kerk in dit land. Every time we new people come into our church. En elke keer als er nieuwe mensen komen in onze kerk. They are surprised to see young people. Dan zijn ze verrast om jonge mensen te zien. And they don't force them to come to church. En ze worden niet geforceerd om naar de kerk te komen. They actually want to come to church. Ze willen graag naar de kerk komen. So my friends. Mijn vrienden. We're living in a like history changing generation. Die leefde in een generatie die wereld veranderde. And you guys are part of history. En jullie zijn onderdeel van de geschiedenis. So I really want to encourage you. Dus ik wil je echt bemoedigen. When someone or something is speaking to your life. Als er iets of iemand spreekt in jouw leven. And when you're thinking, oh no, I'm not good enough. En als jij denkt, oh, ik ben niet goed genoeg. Or maybe I'm not strong enough to do this. Of misschien ben ik wel niet sterk genoeg om dit te doen. God is blessing this city. God zegent deze stad. God is blessing this church. God zegent deze stad. To really go forward as a history making in the country. Om vooruit te gaan als geschiedenisveranderaars in dit land. So let's not take it for granted, eh? Dus laten we niet zomaar voor let's aannemen. Let's make this happen. Laten we dat echt laten gebeuren. I always say we come from a church in Australia. Ik zeg altijd we komen uit de kerk uit Australië. Where people have to show up 1 hour earlier. Waar de mensen een uur van tevoren aanwezig moeten zijn. Just to be able to save their seats at church. Om sowieso in staat te zijn een stoeltje te hebben in de kerk. Because otherwise you have to do church outside or on the overflow. En anders moet je de kerk doen ergens buiten of ergens een overflowzaal. And I believe that time is coming here to the Netherlands. En ik geloof dat die tijd ook hier komt in Nederland. Well, people will be able to stand up outside and making a line. Waar de mensen in staat zullen zijn om buiten een rij te vormen. Because they want to see people like you. Omdat ze mensen zoals jou willen zien. You guys are so such good looking people. Jullie zijn zulke kerk goed uitziende mensen. But most importantly because they want to see a revelation of what God is doing here in this land. Voornamelijk omdat we een openbaring willen zien van datgene wat God doet in dit land. So my friends, let's jump all together. Van al mijn vrienden gaat het allemaal. Because we are here for the long run and God is doing something in this country. En we zijn hier voor de langere termijn en God doet iets in het land. So that's my encouragement for you today. En dat is mijn bemoediging voor jullie vandaag. But today I want to bring you a special message. En vandaag wil ik jullie een speciale boodschap brengen. We have been speaking about how is your soul. En we hebben het erover gehad over hoe is het met je ziel. And it's always this question, very important question. En er is altijd deze hele belangrijke vraag. How are you doing in your soul? Hoe gaat het met jou in je ziel? Many of us go through life and we never ask ourselves that question. Veel van jullie gaan door het leven heen en je vraagt nooit jezelf die vraag. How is my soul doing? Hoe gaat het met mijn ziel? And it's such an important question for everyone here. En het is zo'n belangrijke vraag voor iedereen hier aanwezig. Yeah, I come from an industry in education now, a university teacher. En ik zit nu in het onderwijs. Ik geef les aan de universiteit.
where the rate of burnout is higher than any other industry. Waar het aantal burn-outs hoger is dan welke andere sector dan ook. And I found out that with most of my colleagues. En ik heb ontdekt dat met de meeste van mijn collega's. That the more they study. Dus de meer ze studeren. The more they believe that they are filling their brains and they are getting smarter. De meer ze geloven dat ze hun hersenen vullen en dat ze steeds slimmer worden. And the more they think that it's by their own means that they're going to get this new revelation of life. En des meer ze denken dat ze door eigen kracht deze nieuwe openbaring voor het leven kunnen krijgen. They soon realize that there's no purpose on that. En ze realiseren zich vaak dat er daar geen doel uit zit. And because they have no purpose, then they lose all direction and burnout comes. En als ze dan geen doel hebben, dan verliezen ze alle richtingsgevoel en dan krijgen ze een burn-out. So today I want to talk to you about that. How is your soul doing? En vandaag wil ik met jullie hebben over hoe is het met jullie ziel. And the title of the message is It's not you, it's me. De titel van de boodschap is het gaat niet over jou, het gaat over mij. Now, many of you have probably said this. En veel van jullie hebben dit waarschijnlijk gezegd. Sadly, many of you probably received that before. En waarschijnlijk hebben veel van jullie dat eerder ontvangen. It's something that is used normally when you are breaking up a relationship with someone. En dat gaat vaak over als je een relatie verbreekt met iemand anders. And just to make it easier on the other person, you try to say, look, you are awesome. En om het makkelijker te maken voor de andere persoon zeg je, nou, jij bent geweldig. But I am the one with issues. Maar ik ben degene die issues heeft. So we use these words always saying, hey, it's not you, but it's not you that is happening problem, it's me that is having the problem. Dus we gebruiken die zin om vaak te zeggen, ja, jij hebt geen problemen, maar ik heb een probleem. But today I want to speak to you in a sort of a different area of this. En vandaag wil ik je aanspreken vanuit een andere gezichtsoogpunt hierover. And I want to tell you a story that is in the Bible. Ik wil je het verhaal vertellen wat in de Bijbel. So we're going to read it in English. En dan gaan we lezen in het Engels. And it's going to show up in Dutch on the back. En op Nederlands zal het verschijnen op het scherm. Just because it's a bit long. Omdat het een lange tekst is. So come with me. It's going to be John 21:2. Johannes 21 vers 2. For those that brought their Bibles. Voor degenen die de Bijbel hebben meegenomen. Nee, niemand heeft de Bijbel tegenwoordig. In the phone or whatever. John 21:2. Johannes 21 vers 2. It says several of the disciples were there. Simon Peter, Thomas, Nathaniel of Cana and Galilee, the sons of Zebedee, and other two disciples. Simon Peter said, I'm going fishing. We'll come too, they all said. So they went out in the boat, but they caught nothing all night. At dawn, Jesus was standing on the beach, but the disciples couldn't see who he was. He called out, fellows, have you caught any fish? No, they replied. Then he said, throw your net on the right-hand side of the boat and you get some. So they did, and they couldn't haul the net because there were so many fish in it. Then the disciples Jesus loved said to Peter, it's the Lord. When Simon Peter heard it was the Lord, he put his tunic, jumped in the water, and headed to shore. The others stayed within the boat and pulled the loaded net to the shore, for they were only about 100 yards from shore. When they got there, they found breakfast waiting for them, fish cooking over the charcoal fire, and some bread. Bring some of the fish you caught, Jesus said. So Simon Peter went abroad and dug all the net to shore. There were 153 large fish, and yet the net hadn't torn. Now come and have some breakfast, Jesus said. None of the disciples dared to ask, who are you? They knew it was the Lord. Now, when you read this chapter, als je dit hoofdstuk leest, you have to put yourselves in the context. Dan moet je jezelf in de context plaatsen. These guys had spent 3 years with Jesus. Deze mensen hebben 3 jaar met Jezus doorgebracht. These guys have seen Jesus performing amazing miracles. Ze hebben Jezus gezien terwijl er geweldige wonderen waren. They have seen Jesus really save people. Ze hebben gezien dat Jezus mensen gered heeft. Getting people healed. Dat mensen genezen werden. Even bringing people out from the dead. En dat zelfs mensen opgestaan zijn van de dood. So they knew Jesus like no one else. Would do it. Ze kenden Jezus zoals niemand anders hem kende. But then, when Jesus told them to go and make disciples, toen Jezus ze vertelde om discipelen te maken, when Jesus died, toen Jezus stierf, then they realized and started to doubt. En toen begonnen ze te twijfelen. So they started to say, "Oh, what if it's more real?"
En toen dachten ze, als het nou is niet echt wel. What if he's not coming back to us? Als Jezus dan niet tot ons terugkomt. What are we gonna do? Wat gaan we doen? So they went to do what they were used to do. Dus ze gingen doen datgene wat ze gewend waren they te doen. They went back to the normal way of living. Ze gingen weer terug naar de normale manier van leven. They were fishermen and therefore they weren't fishing again. En ze waren vissers en daarom zijn ze maar weer gaan vissen. And it's amazing in our lives. En het is verbazingwekkend in ons leven. That so many of us have seen things happening in our lives, miracles happening. Dat zoveel van jullie en van ons wonderen en tekenen hebben gezien in ons eigen leven. Maybe you have been healed. En misschien ben je wel genezen. Maybe you have a great job that is being a blessing. En misschien had je wel een geweldige baan die een zegen was. Maybe your business is being just performing incredibly good. En misschien gaat het wel heel goed met je zaak. Het gaat geweldig. But when things go bad or started to go different, maar als dingen slecht gaan of anders gaan, we all tend to forget what really Jesus did for us. En dan vergeten we vaak wat Jezus werkelijk voor ons gedaan heeft. So this story is a little bit about that. Dit verhaal gaat hierover. How is it that we forget so easy what God can do for us? Waarom is het zo dat God wij zo makkelijk vergeten datgene wat God voor ons heeft gedaan? And we start trusting on what we can do for ourselves. En dan beginnen we te vertrouwen op datgene wat we zelf kunnen. So I want to tell you a little bit of my story. Ik wil je een beetje vertellen over mijn verhaal. So I was raised, born, well not born, but I was raised since I was 3 years old in a Christian house. Terwijl ik vanaf dat ik 3 jaar oud was, ben ik opgevoed in een christelijk huis. And I had the great blessing of having parents that were really committed and serving in leadership in church. En ik had de zegen dat ik ouders had die echt toegewijd waren in het dienen van de kerk. So everything was going well until I turned 18. Alles ging prima totdat ik 18 werd. And when I turned 18, I turned to God and said, "Hey, I don't need you." En toen ik 18 werd, ging ik naar God toe en zei ik, Heere God, ik heb je niet meer nodig. I'm smart enough. Ik ben slim genoeg. I can do things my own way. Ik kan dingen mijn eigen manier doen. There's no need for you. Ik heb het niet meer nodig. So I went to do what I knew how to do. Dus ik deed wat ik wist waarvan ik het wist. So I decided, and thankfully I had my friends in church, so I didn't leave church. Ik had mijn vrienden in de kerk, dus ik ging de kerk niet uit. But I was just going because they were my friends. Ik ging gewoon naar de kerk omdat ze mijn vrienden daar waren. But all of a sudden I started to open my own business. En plotseling begon ik mijn eigen bedrijf te opstarten. I started working very hard. En ik werkte heel erg hard. And I was studying engineering at the same time. En ik studeerde engineering als ingenieur tegelijkertijd. I was the youth leader at my church. En ik was de jeugdleider in mijn kerk. So my life from the outside perspective. Aan de buitenkant zag mijn leven. It looked like it was amazing. Zag er geweldig uit. My wallet looked amazing. Mijn portefeuille zag er ook geweldig uit. Not always. If you have a girlfriend, it doesn't know it. No, sir. Niet but, altijd. En als jij een vriendin hebt, oh nee. My wallet looked well. Mijn portefeuille zag er goed uit. My bank account looked well. Mijn bankrekening zag er goed uit. My car looked well. Mijn auto zag er heel mooi uit. The business looked well. Het bedrijf ging er goed mee. My career looked okay. Mijn carrière zag er okay uit. But my soul was lost. Maar mijn ziel was verloren. Because on the outside I was saying, pretending that everything was fine. Aan de buitenkant leed ik net alsof alles geweldig ging. But on the inside I was away from Jesus and from God. Maar aan de binnenkant was ik weg van Jezus en van God. Because I did exactly what the disciples did. Maar ik deed exact datgene wat de discipels ook deden. I went back to my comfortable life. Ik ging terug naar mijn comfortabele leven. Well, I knew how to do things. Waar ik wist hoe ik dingen moest doen. And that didn't bring me anything. En dat heeft me nergens gebracht. So it wasn't until one day. Dat was niet tot een bepaalde dag. One of my friends told me, "You have to go and study Bible college." En een van mijn vrienden zei, je moet weggaan en je moet Bijbelcollege gaan doen. And that was a word from God for me. En dat was het woord van God voor mij. To say, stop what you're doing now. Stop wat je nu doet. And let's restart again. En laten we opnieuw gaan beginnen. Now, but this time I was 26. Toen was ik 26 jaar oud. I was lecturing at university. Ik was hoogleraar aan de universiteit. The moment that my friend started telling me, "You have to go to Bible college." Dat mijn vrienden zeiden van je moet naar de buitenschool gaan. No, that's not from God. No, it cannot be. En ze zei ik, nee, dat kan niet van God zijn. Go away, devil. Ga weg, achter mij, Satan. But I can tell you, I had to take the risk. Maar ik kan je vertellen, ik moest het risico nemen. I had to go away from my comfort zone. Ik moest uit mijn comfortzone stappen. So I had to move to Australia. En ik moest verhuizen naar Australië. I had to give away my businesses. Ik moest mijn zakenbedrijven weggeven.
So I learned to depend on God only. En ik heb geleerd om te vertrouwen op God alleen. And it was until that time. En het was niet tot op dat moment. While I was in Australia. Toen ik in Australië was. When I decided to give everything to God. Toen ik besloot om alles terug te geven aan God. That God started overflowing His blessings. Dat God begon te overstromen met zijn zegen. In a very different way. Op een hele andere manier. Yeah, I got to meet my beautiful wife. Ja, ik heb een geweldig mooie vrouw ontmoet. I got to serve people under great leadership. En ik heb geleerd om te dienen op onder geweldige leiders. And I got to see God's in my life in many miracles. En ik heb Gods hand op mijn leven gezien in heel veel wonderen. But it was not until I had to do go that way to say I cannot trust on myself anymore. Maar het was niet tot het moment dat ik zei dat ik kan niet op mezelf vertrouwen. That I was able to see, hey, this is what God was is calling me to do. Dit is tot ik in staat was om te zien dat dit is wat God wil dat ik ga doen. So my friend, this morning I want to make an invitation. En deze morgen wil ik jullie uitnodigen, vrienden. If you have been in a position where you think, oh, this is comfortable life. En als jij in een positie bent geweest waarvan je denkt, dit is het leven comfortabel. And I, even though I would like to change, I don't want to change. En zelfs ook al zou ik eigenlijk willen veranderen, ik wil eigenlijk niet veranderen. And maybe you have a dream in your heart. Maar misschien heb je een droom in je hart. Maybe you wanted to open your own business. En misschien wil je wel je eigen bedrijf starten. Maybe you want to become a manager of your company. Of je wil een manager worden in jouw bedrijf. Maybe you want to become a better husband. Misschien wil je wel een betere echtgenoot worden. Or a better wife. Of een betere vrouw. But you have thought in your brain, like, no, I cannot do this. En terwijl je in gedachten dacht, ik kan. I can tell you, my friend. Ik kan jullie vertellen, vrienden. Today is the day where you have to make a decision. Vandaag is de dag dat je een besluit moet nemen. That is not you, it's God. Het gaat niet over jou, het gaat over God. Because God is telling you, it's not you, it's me that needs to do the work. God vertelt jou, het is niet jij, maar het is ik, God, die het werk moet doen in jouw leven. You can go through life saying, oh, it's for me, it's by me, I can make the money, I can live this life. Je kunt door het leven gaan en zeggen, het is voor mij en door mij, en ik doe het leven waardoor ik dit leven kan leiden. But the truth, my friend, is if you get away from God, even if it looks really good in your life. Maar de waarheid is dat als jullie echt weg raken van God en het ziet er ook al ziet het er nog zo mooi uit in je leven. You are totally empty inside. Je bent van binnen helemaal leeg. You know, we have some research in business. I teach business. Ik geef les over zaken doen. And they've done some research and they said that only 13% of the people of this world. En ze zeggen dat in de slechts 13% van de mensen in deze wereld are happy and satisfied on what they're doing. Zijn blij en tevreden met het werk wat ze doen. 13%. You know that God has called every single one of us to really live a life that is abundant and overflowing. En weet je dat God ons heeft geroepen, ieder van jullie een leven te leiden wat overvloedig is en wat overstroomt. But there's no way that we're going to be able to achieve it if we stay in our comfort zone. En dat gaan we nooit bereiken als wij in onze comfortzone blijven. So I believe there's four lessons that we can learn from this example in the Bible. Ik denk dat er vier lessen zijn die we kunnen leren van dit voorbeeld uit de Bijbel. Because I think what God is saying to us today is very relevant. En ik denk dat datgene wat God tegen ons zegt vandaag is heel relevant. The first thing that we learn from this chapter. Het eerste wat we leren van dit hoofdstuk. Number one, if you have been given a calling, don't go back and reduce your life to what is comfortable. En als jij een roeping hebt gehad, moet je niet teruggaan en in je leven en datgene doen waar je jezelf comfortabel voelt. My friend, every single one of you have a calling in your lives. En vrienden, elk van jullie heeft een roeping op jullie leven. You were called for a purpose. Jij bent geroepen voor een doel. But your life may be the circumstances. En misschien zijn jouw leven zijn het wel omstandigheden. They have put yourself in a place where you go comfortable. En dat je in een situatie zit waar je heel comfortabel bent. And in the Dutch culture they tell you go comfortable. En in Nederlands is het dat je gewoon een hele comfortabele zon bent. You have to get the nice job. Je moet een goede baan hebben. You have to get the nice house. Je moet een mooi huis hebben. You have to get the nice car. Je moet een mooie auto hebben. Get a dog. En een hondje misschien. Get a wife. Een vrouw. Get children. Krijg kinderen. And that's it. En dan ben je er. Go on a very long holiday. En heb dan een hele lange vakantie. And that's it. En dat is het. But my friend, that's not it. Maar dat is het niet, vrienden. That's nice. Dat is but leuk. But it's not what we're called to do. Maar dat is niet waartoe we geroepen zijn. We are called here to make a difference for others. Wij zijn geroepen om een verschil te maken bij anderen. We're here to get out of our comfort zone so that we can get out. We zijn hier om uit onze comfortzone te stappen en naar buiten te gaan. And that is the amazing way that God moves. En dat is de manier waarop God beweegt. And I love the idea that these disciples went to do what they were used to do. En ik vind het idee geweldig dat de discipelen gingen weer doen datgene was gewend waren te doen. But all of a sudden, God shows.
Maar dan verschijnt God op plotseling. And there is a difference in their lives. En is er een verschil in hun leven. So my friend, if you have been apart from Jesus and from God. En als jij dus als vrienden, als jullie weg zijn geweest, raakt van God, van Jezus. And you've been trying to do your life your own way. En als je geprobeerd hebt je leven te leiden op je eigen manier. Can I ask you how is your soul? En dan kan ik je nu vragen, is hoe it is working met je ziel? Out for you? Werkt dat echt voor jou? Are you fulfilled? Ben jij vervuld? Are you happy? Ben jij blij? Because I know. Ik weet. Then the only happiness. De enige blijdschap. Comes from the creator of your purpose. Die van de schepper komt van jouw doel. There's nothing you can do. Er is niets wat jij kan doen. No matter how many iPhones, new iPhones you get. Maakt niet uit hoeveel nieuwe iPhones jij kan kopen. You will not be happy. Jij zal niet blij zijn. Until you know what you're called to do. Tot je weet datgene waartoe je geroepen bent om te doen. So don't get into your comfort zone. Dus raak niet al te makkelijk in je comfortzone. Get out of the comfort zone. Zorg ervoor dat je uit je comfortzone raakt. The second thing that I think het tweede ding wat je kan leren hieruit. Is don't trust. In your own knowledge, vertrouw niet op je eigen kennis, ability, skill or gift, en jouw mogelijkheden, jouw kennis en je gaven, for things to happen, om het verschil te maken. It's a great example here in the Bible. Er is een heel mooi voorbeeld hier in de Bijbel. These guys were professional fishermen. Deze mannen waren professionele vissers. They've been fishing for life. Ze hebben hun hele leven al gevist. All of a sudden, they spent the whole night. En plotseling hebben ze de hele nacht al gevist. And what did they catch? En wat hebben ze gevangen? Nothing. Niets. They rely on their own knowledge. Ze hebben vertrouwd op hun eigen kennis. And nothing happened. En er gebeurde niets. But it was until the time when Jesus shows up. Maar tot de tijd dat Jezus daar kwam. And I love that Jesus shows up. En ik ben blij dat Jezus gekomen is. And instead of going to them saying, hey, I told you that you had to do something different. En in plaats van dat Jezus tegen ze, hey, ik had je toch verteld dat je wat anders moest doen. Instead of judging people. In plaats van ze te veroordelen. He goes and says, hey, what's going on? En hij zegt, hey, wat is er aan de hand? Yeah, how's it going for you? Hoe gaat het met je? Are you doing good? Gaat het goed? They were like, not really. Ze zeiden, nou, niet echt. You know, I've been doing my own way. Ik heb het mijn eigen manier gedaan. And it's not working out for me. En het werkt niet helemaal voor mij. But Jesus, with the love he has for every single one of us. Maar Jezus, met de liefde die hij heeft voor ieder van ons. He says, zegt, go and throw the net to the right hand side. Gooi het net uit aan de rechterkant. And all of a sudden. En plotseling. In one second. In één seconde. What they were fighting the whole night. Terwijl ze de hele nacht aan het vissen waren. Jesus brings it in overflow. Brengt Jezus een overvloedigheid. And my friend, that's the way our life has to be. En dat is de manier waarop ons leven moet when leiden. We trust God for doing things that we could not even imagine. Als wij God vertrouwen voor dingen die we onszelf niet kunnen voorstellen. When I was at that time making my money and believing that I was doing great. En toen ik in die tijd zat en ik verdiende mijn empty. Geld en ik dacht dat het geweldig was, het was leeg. It was until the time. Het was tot het moment that I decided God is only for you. Dat ik besluit dat God er alleen maar voor jou that is. Overflowing blessing started to come. Dat op dat moment dat zegen begon te komen. And I found a great Dutch wife who thinks that's the best blessing in the world. En ik vond een geweldige Nederlandse vrouw. Dat is de beste zegen die ik kan hebben in de wereld. I found amazing kids. En ik heb geweldige kids gevonden. And our lives have been a blessing over blessing over blessing. En God heeft me gezegend en nog meer gezegend en nog meer gezegend. But it was not until we decided to say God is you, is not us. En dat tot het moment dat wij zeiden God, het gaat om u en niet om ons. So we decided to move 5-6 years ago. Now we decided to move from Australia. En 5-6 jaar geleden. Van besloten om te verhuizen van Australië. If you've been in Australia, you know that is the promised land. En als jij in Australië bent geweest, dan weet je dat dat het beloofde land is. So no one moved from Australia. Niemand gaat weg uit Australië. You crazy? Ben je gek of zo? But you know what? Comfort doesn't equal really living a life of freedom and bigness. Maar comfort is niet gelijk aan het leven van vrijheid en van toewijding. In reality, we decided God to take us where you want to take us. En we zeiden tegen God, God brengt u ons maar waar u ons wilt brengen. So we went from Sydney to Berlin. En van Sydney gingen we naar Berlijn. And if you've been in Berlin, it's a cool city. En als je in Berlijn bent geweest, is het een coole stad. But it's definitely not Australia. Het is een hele leuke stad, maar absoluut geen Australië. People are not nice. Mensen zijn niet zo aardig. Normally. Meestal. People are not friendly, people are difficult. Mensen zijn niet vriendelijk en de mensen zijn moeilijk. And God doesn't want us to be where it's difficult. En God brengt ons soms op plekken waar het moeilijk is. Because only through our ability to put our gifts for him. Het is in staat dat wij in staat zijn om onze gaven aan hem te geven. That he can make a difference in this country. Dat hij een verschil kan maken in dit land. So we moved to Berlin with nothing. We gingen naar Berlijn met helemaal no niets. Job, geen no baan, security, geen veiligheid, no insurance, geen verzekering.
But God, we knew that God was there because we've seen His hand before. Maar we weten dat God er was en we hebben zijn hand eerder gezien. So that's what we've learned. En dat hebben we geleerd. And at the time we arrived, it was around 80. The church was between 80 to 100 people. En toen we aankwamen was de kerk tussen de 80 en 100 mensen. And we saw God's hand moving. En we zagen Gods hand aan het werk. To the point where 5 years later we were almost 800 people. En 5 jaar later waren we bijna 800 mensen. Because once your God wants your net to overflow. God wil dat jouw net overstroomt. God wants your business to overflow. God wil dat jouw zaak, jouw bedrijf overstroomt. God wants your family to overflow. God wil dat jouw familie overstroomt. There's nothing in the Bible that says God wants you to be miserable and horrible. En er staat nergens in de Bijbel dat God wil dat je miserabel en slecht gaat. God wants you to really live a life of overflow. God wil dat jij een leven leidt van overflow. But then the fourth thing we need to learn. Het vierde wat we moeten leren. It's to be ready for the blessing. Is klaar te zijn voor de zegen. I keep really pulling. En daaraan te blijven trekken. Don't let go. En laat het niet los. When your dream starts to come through. Als jouw droom werkelijkheid begint te worden. You're gonna face different challenges. Dan ga je verschillende uitdagingen zien. You're gonna face different problems in your life. Je gaat verschillende problemen ontdekken in je leven. But your calling or your calling is to keep going. Maar jouw roeping is om door te blijven gaan. Because the blessing from God is gonna come to you. De zegen van je God is aan jou te komen. And you're gonna face that challenge, but He's with you and He's gonna allow you to keep pulling. En je zal een uitdaging ervaren, maar Hij is bij je en Hij zal je toestaan om te blijven trekken en door te gaan. So when your dream is not going well, dus als jouw droom niet helemaal goed gaat, keep pulling. Blijf doorgaan eraan when trekken. Your marriage is not going well, als jouw huwelijk niet goed is, keep pulling. Blijf eraan werken. When your kids are not doing well, als het niet goed gaat met je kinderen, keep pulling. Blijf eraan werken. Jesus was waiting with a breakfast at the end. Jezus wachtte op ze met een ontbijtje. So after the hard work, dus na het moeilijke werk, there's always breakfast. Is er al in ieder geval ontbijt. And Jesus is there to give it to you. En Jezus is daar om dat ontbijt aan jou te geven. So my friend today, dus vandaag de dag, mijn I really want to encourage you. Wil ik jullie bemoedigen? You might have thought, hey, what the heck am I doing here? En misschien heb je je afgevraagd, waarom ben ik hier in vredesnaam? What am I doing in church? Waarom ben ik in de kerk? What am I doing in this country? Waarom ben ik hier in dit land? What am I called to do? Wat ben ik geroepen om te doen? I'm telling you, my friend, every single one of you have been called for a great gift. En ik vertel jullie vrienden, ieder van jullie afzonderlijk is geroepen voor de grote gave. And I know you've been told, you've been saying, hey, you cannot do it. En ik weet dat velen tegen jullie gehoord hebben, je kan het niet. And the circumstances might have been against you, and maybe have said, oh no, it's not possible. En de omstandigheden waren tegen je, en het lijkt wel alsof het niet mogelijk was. And my friend, I want to tell you, it is true. By your power, it's not possible. En vrienden, het is waar. Door jullie eigen kracht is het niet mogelijk. But by Jesus Christ, by God, is possible everything in our lives. Door de kracht van Jezus, door God, is het mogelijk in al onze afzonderlijke levens. Because He has called us to come out of the comfort. Maar Hij heeft ons geroepen om uit de comfortzone te stappen. And to move ourselves into something that makes a difference. En in stappen in iets dat in staat stelt om ons te veranderen. So my friend, vrienden, I can ask you. Ik wil jullie vragen. All these lessons that the Bible is telling you. Al deze lessen die de Bijbel jullie leert. Let's apply to our lives. Laten toepassen in ons leven. Because we have to be tired of living the life that we have just comfort. We moeten moe worden van het leven wat we leiden in de comfortzone. What is only 9 to 5 and you wake up and you say like, oh, okay, another day of work. En het is werken van 9 tot 5 en dan denk je, sta je op en 's morgens denk je, oh, weer een dag naar het werk. Then you arrive home, oh, another day of Netflix. En dan kom je thuis en denk je alweer avond met Netflix. And because you're Dutch, oh yeah, another day of going on the bike. En omdat je Nederlands bent, weet ik dat je de fiets stapt. And of course, rain. En dan gaat het regenen natuurlijk. There's more rain. Er is meer regen. My friend. Vrienden. We're called to wake up every day to say awesome. En we zijn geroepen om elke dag opwakker te worden en te zeggen geweldig. I get to make a difference in someone's life. Ik kan vandaag verschil maken in het leven van iemand vandaag. I'm working in banking, but I know I'm making a difference in those bankers. En ik weet dat ik in de bank werk, maar ik weet dat ik ook verschil kan maken in die sector. I'm going to university, but I know I'm making a difference in those students. En ik ga naar de universiteit, maar ik weet dat ik verschil kan maken in de studenten. I know I'm waking up and I'm making a difference in my children. En ik weet dat ik verschil kan maken in het leven van mijn kinderen. And I'm waking up and I know that I'm making a difference in my family, in my wife. En ik sta op en ik weet dat ik verschil kan maken in mijn familie en in mijn vrouw. We are called for greatness. Wij zijn geroepen voor grootheid. It doesn't mean no problems. En dat betekent niet dat je geen problemen hebt. It doesn't mean that everyone will have their BMW outside of the door. En dat betekent niet dat iedereen mooie buiten een hele mooie BMW heeft staan. God is not Oprah. God is geen Oprah.
for those that don't know, remember Oprah. God is not going to give you what you think you need. God gaat jou geven wat jij denkt, niet geven wat je denkt dat je nodig hebt. God is going to give you what He knows you need. God gaat jou geven waarvan Hij weet dat jij het nodig hebt. And what you need is a life of overflowing blessing for blessing others. En wat jij nodig hebt is een leven wat overstroomt, te zegenen en zegen voor andere mensen. So my invitation today, my friend. En mijn uitnodiging vandaag, vrienden. You might have never heard of Jesus before. Misschien heb je al nooit eerder van Jezus gehoord. Or maybe you heard of Jesus. Misschien heb je al van Jezus gehoord. But you really heard it in a bad way. En heb je op een slechte manier van Jezus You've gehoord. You've heard of church and that church is not, it's just religion. En je hebt gehoord over kerk en je denkt, kerk is alleen maar religie. And I love to be part of a church where the leadership is actually about vision, freedom and about growth. En ik vind het geweldig om onderdeel te zijn van een kerk waar het gaat over visie, over leiderschap en over groei. Because the truth is that Jesus wants freedom for every single one of you. Want de waarheid is dat Jezus vrijheid wil voor ieder van jullie afzonderlijk. But it's not until the time. Maar het gaat niet tot het moment that we decide to say. Dat wij besluiten om te zeggen. It's not you, it's me to God. Het gaat niet over jou, het gaat over mijn God. It is you, Jesus. Het is u, Jezus. It is you, God. U bent het God. That is going to make a difference in this world. Die verschil gaat maken in deze wereld. Through me. Door mij. So, you know, we have vision partners next week. And volgende week hebben we vision partners. You know, that's a way of blessing. Dat is een manier om te zegenen naar anderen toe. We have church happening every weekend. We hebben elke weekend hebben we church. That's a way to bless others. Dat is een manier om anderen te zegenen. So my encouragement to you. En mijn bemoediging naar jullie toe. Is look at what God can do. Kijk naar wat God kan doen. Do what you can do. Doe wat jij kan doen. And see the blessing overflowing in your life. En laat die zegen overstromen in jouw leven. Let's pray together. Laten we samen bidden. Father. Vader. We thank you for everything you've done for us. We danken u voor alles wat u hebt gedaan voor ons. We thank you because you have a calling bigger than us. U heeft een roeping die groter is voor ons en daar danken we u voor. And we pray in Jesus' name. En we bidden in Jezus naam. That this week. Dat deze week. We'll find opportunities. Dat we kansen zullen vinden. To make a difference in our country. Om verschil te maken in ons land. We find opportunities. Dat we kansen zullen vinden. To speak to people about you. Om met mensen over u te praten. And we thank you because we know. En we danken u omdat we weten. Those dreams that are in our hearts. Dat de gedachten die zijn in ons hart. We can bring them out and you can revive them. Dat u ze in ons tot leven kan brengen. And we pray about the blessing of these people in the church. En we bidden over de mensen, de dromen van de mensen in deze kerk. In Jesus' name. In Jezus' naam. Amen. Amen. Thank you guys.